Ik ben op landgoed Eerde en het is hier prachtig. Het is echt geweldig mooie natuur. En ik kom hier heel graag om te wandelen of te fotograferen natuurlijk. Het leuke is dat je hoeft dus helemaal niet ver weg om mooie foto's te maken. Dat kan gewoon vlak bij jou in de buurt. Hey, fotograferen is natuurlijk niks anders dan schrijven met licht. Dat betekent natuurlijk ook fotografie. En dat licht, dat is essentieel voor fotografie. Voor elke foto die je maakt moet je eigenlijk dus altijd kijken naar waar komt mijn licht vandaan. En je kan bijvoorbeeld aan deze boom zien hoe dat licht valt. Dat komt dus van die kant. Hier is het licht. Hier is het een soort van grijzig gebied. En hier is het donker. Maar dit maakt een beeld, zelfs een gewone doodeenvoudige boom, veel spannender dan wanneer het licht van voren komt. Of je nou een mens fotografeert, een dier of de natuur, licht van de zijkant geeft bepaalde diepte aan een foto. Als je op pad bent met je camera, is het handig om je camera meteen klaar te hebben om te gaan fotograferen. Dus lenskap eraf, goede instellingen voor het juiste moment. En wie weet kom je dan iets tegen en dan ben je klaar om te fotograferen. Kijk, een kader maken is een van de belangrijkste dingen van fotografie. Je kunt zorgen voor iets wat een beetje op de voorgrond is. Dan geef je bepaalde diepte ergens in. Maar je kan ook met een kader ietsje door je knieën bijvoorbeeld. Dat je juist een heel ander standpunt neemt. En dan zie je de wereld opeens heel anders.